financiële dekking moet er ook zijn om mee te kunnen doen aan de agenda voor Twente. En als die financiële dekking er niet is, dan kun je niet meedoen aan die agenda voor Twente. Zo simpel is dat. Ja, voorzitter, ik snap het niet zo heel goed meer. Ik snap de heer Pauwels niet zo heel goed meer. Want hij vraagt mij net, ja, wat zit er nu in die agenda voor Twente wat we niet al doen? En nu zegt hij, ja, maar ik vind de agenda voor Twente belangrijk. Maar waarom dan? Meneer Wiertz, ik heb daar één toevoeging aan toegevoegd. Eén zinnetje. En dat was voor Twente. En dat maakt nu precies het verschil met uw betoog. En wij hebben op dit moment geen geld voor de contributie. En de KNVB is knetterhard. Geen contributie wordt je niet opgesteld. Je mag niet bij de spelerslijst komen. En dat is de positie waar we in zitten. En zolang wij de contributie niet kunnen betalen, worden wij niet opgesteld. Opmerkingen die zijn gemaakt, hoe samenwerking uiteindelijk in elkaar zit. Ik heb voor mezelf opgeschreven, het gaat om vrijdenken en luisteren en elkaar de ruimte geven. En dat is soms, zeker in deze fase, lijkt hier een beetje ver gezocht, zeker als we alleen de kranten lezen. En daarom is het goed dat we ook in gesprek gaan met onze collega's, met collega raadsleden en collega bestuurders, om te kijken hoe we nu uiteindelijk voor deze regio een nog krachtiger regio maken dan dat die nu al is. En het hangt niet alleen van die agenda af. Er is ook een amendement ingediend ten aanzien van het raadsvoorstel. En ten aanzien van dat amendement zou ik graag even kort schorsen. Het college wil graag namelijk overleg over de tekst van het amendement en de gevolgen die dat zou hebben voor de zienswijze. Bij de laatste begrotingsbehandeling is er ook geen ruimte gevonden om nog eventjes dit soort geld structureel in de begroting op te nemen voor deze doelstelling, zonder dat dat dan pijn gaat doen op de onderdelen die we ook graag in stand willen houden. Oké, dus om verwarring te voorkomen, dit is eigenlijk een soort omgekeerd negatief besluit, hè? Dus bent u zich daarvan bewust? Als u voor dit voorstel bent, dan bent u dus tegen deelname aan de agenda voor Twente. Hè? Dus dat we daar geen misverstanden over hebben. Het is bijna het CDA-congres, hoor ik net bij monden. Dat zoekt u dan onder elkaar maar uit. Ik open de stemming over het voorstel van BMW. Uitgebracht zijn 33 stemmen. 27 voor het voorstel, 6 daartegen, zodat het voorstel is aangenomen. Ik ben Gijs Stork, op dit moment fractievoorzitter van Lokaal Almelo Samen. Lokaal Almelo Samen is een lokale partij. We hebben geen binding met de landelijke politiek. Wij zijn een samenwerking van drie lokale partijen die de vorige verkiezingen meegedaan hebben. En we hebben met z'n drieën de meeste stemmen gehaald hier in Almelo bij de vorige verkiezing. Dus daarom zijn we lijst 1. En LAS, Lokaal Almelo Samen, is dus lijst 1. Kijk daar goed naar. Nou, wat absoluut moet veranderen is de cultuur hier in huis. We moeten beseffen, hier in huis moeten ze beseffen dat de gemeentebestuur is er voor de burger en niet andersom. De inwoners zijn er niet voor ons, nee, wij zijn er voor hun belangen te behartigen. En we willen die graag horen en we willen dat het gemeentebestuur vooral luistert. En dat heeft de laatste 4 jaar is dat echt misgegaan. De drie belangrijkste, we hebben de zorg voor de mensen hier in de stad. Vooral de ouderen. Op het ogenblik speelt dat heel erg, omdat het Rijk heeft dingen overgeheveld naar de gemeentes. Dus daar hebben we een dikke zorgplucht. Daarnaast hebben we andere dingen, lokale dingen. Afvalbeleid moet duidelijker. Het verkeer moet beter geregeld worden. De wijkcentra moeten open blijven. Dat is absoluut de noodzaak. Wat niet meer. Luisteren. Nou, als wij de komende 4 jaar in de raad gezeten hebben en dan meteen krijg je de vraag in het college gezeten hebben. Dat is voor ons niet van belang. Het college, in het college zitten is iets wat wij niet nastreven. Wij vinden dat er een college gevormd moet worden van maximaal 4 wethouders. En die moeten bestaan uit deskundigen. En niet zoals dus de cultuur is hier in Nederland dat de collegeleden worden uit de raad geplukt, naar deskundigheid wordt niet gekeken en dan krijg je alle ellende. En die ellende hebben wij de laatste 4 jaar duidelijk op ons bordje gekregen hier in Almelo. Er zijn 3 wethouders vertrokken, notabene, 3. Hè? Omdat ze gewoon ondeskundig waren.
Concertkoor Sursum Corda voert op 16 maart van 7 tot 10 uur 's avonds de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach uit. Meer dan 20 projectleden en het kinderkoor van de Vrije School zingen mee. Wie werken aan deze Matthäus Passion in de Grote Kerk mee? De allereerste 6 solisten. Dat is Judith Hofman, Francisca Orendi, alt, tenor Marcel Rijans, evangelist Robert Overpelt, als bas Nanko de Vries en de Christus wordt gezongen door Pieter Hendricks, allen bekend. Is het ook bijzonder, want er zijn natuurlijk 2 koren, hè, bij de Matthäus Passion, maar er werken nog andere mensen aan mee, kleine mensen. Ja, precies, het kinderkoor werkt mee van de Vrije School uit Almelo, onder leiding van Marieke Zoutendijk. En dat is niet voor het eerst dat ze meedoen. Het is voor de 2e keer dat ze al met ons meedoen en ja, dat is ook weer een goede samenwerking. Zijn er nog kaarten over? Dat weet ik zo niet, maar met laatste berichten was dat het zelfs al uitverkocht was. Dus ik denk het niet. Zeg, nu zijn het niet alleen leden van Sursum Corda die er aan meedoen, maar wie nog meer? Er zijn ook projectleden die er aan meedoen. Er zijn er ongeveer 25. En dat is een nieuw principe, dat ook bij Sursum Corda ook jaarlijks projectleden kunnen meedoen als een kort project. Nu is de opstelling ook anders dan bij gewone oratoria, hè? Waar dus de zangers op het podium staan en het orkest. Hoe is dat nu? We hebben het nu gekozen voor de zijbeuken in de Grote Kerk in Almelo. Omdat op het koor zelf is gewoon te weinig ruimte. En ja, we moeten natuurlijk met een koor van meer dan 100 man, 2 keer 50. Een kinderkoor van, ik dacht zo'n beetje 27 kinderen. Ja, en een orkest, 2 orkesten. Ja, je moet ze maar kwijt zien te raken. En de oplossing leek ons echt de 2 koren uit elkaar. Beide in de zijbeuken. En het publiek gaat er als het ware omheen. Ik verwacht een uniek gebeuren, een unieke samenstelling en ook een uniek concert. Marcel Zielman, CDA. Nou, ik weet niet of er absoluut wat moet veranderen, maar ik denk dat we in ieder geval moeten doorgaan met waar we mee bezig zijn geweest. En dat is vooral de verandering die in de binnenstad staat. De opgave die we daar nog hebben. De havenblok wat ingevuld moet worden. Maar ook de mooie ontwikkelingen die nog op stapel staan. En die moeten we vooral ook uit gaan voeren. Daarnaast moeten we absoluut ook oog blijven houden voor zwakkeren in de samenleving. Als je beter in gaat zoomen op hoe komen mensen in schulden, dan zijn vaak ook de gemeente is een van de grootste veroorzakers van die schulden. En daar willen we wat gaan doen. We willen de mensen de schulden overnemen. Dat is in heel veel gevallen is dat namelijk goedkoper als de hele procedure doorlopen, waaruit op een gegeven moment bijvoorbeeld huisuitzetting bij komt kijken. Schulden overnemen en de mensen op leren omgaan met geld en zorgen dat ze niet weer in de schulden komen. En dat gaat volgens ons gaat dat op de langere termijn heel veel geld schelen en ook heel veel kopzorgen bij mensen. En waardoor mensen beter mee kunnen gaan doen. Zwembad wordt een speerpunt, daar moet wat mee gebeuren. Is al eerder aangegeven dat het zwembad straks afgeschreven is. Is enorm toe aan renovatie. Wij hebben in het verleden al de wethouder is gevraagd van goh, ga eens in gesprek met collega gemeenten om te kijken of je gezamenlijk tot een zwembad kan komen. Wij moeten de komende tijd in gaan zetten op Almelo MBO-stad. Er zijn heel veel beroepen die, waar mensen niet meer voor opgeleid worden. En er is een prognose dat in 2020 er 3000 vacatures in Twente zullen zijn waar mensen niet meer voor te vinden zijn. Daar moeten wij als MBO-staat op inspringen. Wij moeten met de ondernemers, met het onderwijs, met de overheid, de 3 O's, moeten we in gesprek over hoe we dit gaan tackelen. Er zit heel veel know-how, vooral bij ondernemers en bij de scholen, van hoe we dit kunnen doen. En wij willen daar graag als gemeente ons steentje aan bijdragen. Nou, ik vind eigenlijk wat er moet veranderen is op de manier waarop wij naar Almelo kijken.
Wij moeten trots zijn op onze stad en wij moeten ook weer aanleiding geven om trots te kunnen zijn op onze stad. We hebben een vreselijk mooie stad. Ik heb promotiefilmpjes gezien dat als je daarnaar kijkt, denk je wat is onze stad toch eigenlijk fantastisch mooi. Nou, dat heeft dan ook te maken met groen. We moeten zorgen dat Almelo groen blijft. Daar moeten we ook voor blijven vechten. We moeten ook blijven vechten voor de boeren in ons buitengebied. Waar er steeds minder van zijn omdat die onder druk komen te staan. Dat zijn allemaal dingen die we de komende 4 jaar absoluut moeten blijven volgen. Wij nodigen iedereen uit om ideeën die hij heeft met deze locatie. En of je nou het gebouw wilt gebruiken of op deze plek iets anders wilt realiseren, die nodigen we uit. En misschien vindt men elkaar wel dat men ideeën samenvoegt. Oftewel, de ouderwetse methode is wij bedenken wat in het stadhuis. Vervolgens delen we dat mee aan de buurt. En dan is de buurt blij of teleurgesteld. En nu hebben we gezegd van we gaan ideeën ophalen. En een van de voorwaarden is dat het draagvlak moet zijn uit de buurt. Vandaar dat wij ook de buurt uitgenodigd hebben. Zij mogen ook ideeën aanreiken van wat zouden wij graag willen. Dus wij gaan daar echt iets mee doen. Dit is echt het eerste project wat we op deze manier in Almelo doen. We hebben dat al wel wat voorzichtig hier en daar geoefend. Maar echt op deze manier dat we echt mensen uitnodigen. Maar ook investeerders, organisaties, mensen die op zoek zijn naar een locatie. Wij vragen hun echt van, ziet u kansen voor deze plek? En een van de voorwaarden is van, u moet daar ook draagvlak voor creëren in de buurt. Als ik even begin met het feit dat mijn vader hier vroeger hoofd van de school was. Hier hoofd geweest van 1958 tot 1979, toen is hij met pensioen gegaan. En daarbij heb ik zelf ook op deze school gezeten. Het was een hervormde school, dus wij waren hervormd thuis, dus je ging ook naar een hervormde school. En ik heb hier zelf dus gezeten van 1960 tot 1966. Dus het gebouw roept bij mij, zo gauw ik weer binnenkom, heel erg veel. Dit was natuurlijk een wijk in aanbouw. Er werd ontzettend veel gebouwd toen de tijd, de Ossenkoplerhoek. Want bijvoorbeeld, ik heb een jaar, maar in klas 3, in de Exoduskapel, dat was een kerk die hier in de wijk stond, heb ik les gehad. Maar ook de Goosmaatgebouw werd gebruikt als leslokaal. En ook het voetbalgebouw van sportvereniging Almelo werd gebruikt als leslokaal. Mensen planten zich voort, gelukkig maar. Maar daarnaast kwamen hier een grote groep Nederlands-Indische mensen te wonen, hier in de wijk. En een groot aantal mensen van Zuid-Molukse oorsprong. Dat betekent ook, als ik even zo het in gedachten neem in wat voor klasse zat ik toen de tijd, dat ik ruwweg zeg, nou volgens mij waren we wel een derde van Zuid-Molukse oorsprong en misschien 20% van Nederlands-Indische oorsprong en de rest van, mag ik dan zeggen, Nederlandse oorsprong. Dus dat beeld heb ik nog heel erg sterk van. Wij waren toen al een hele gemengde school. Een gekleurde school en dan hebben we het over de jaren 60. Ik ben Lineke Bolhuis van de Minima Partij. De Minima Partij staat voor variatie, samen, eenvoud, ontwikkeling. Nou, de grote vraag is natuurlijk, wat willen wij over 4 jaar anders hebben? Nou, wat wij anders willen hebben is dat wij gewoon een betrouwbaar bestuur hebben. Waar we gewoon van op aan kunnen. Geen praatjes, geen poespas. Gewoon doen wat je zegt, daden. Dat is waar wij staan over 4 jaar. De 3 belangrijkste dingen voor ons, dat is natuurlijk mensen met een minimaal besteedbaar inkomen, dat die krijgen waar ze recht op hebben. Een uitgebreidere collectieve verzekering bijvoorbeeld. Kansen voor iedereen en iedereen die mee kan doen in deze samenleving, in deze stad. Het tweede wat wij willen is een leuke, bruisende stad. Een stad met weinig leegstand, gezelligheid in de binnenstad, horeca, leuke boutiquejes, leuke winkeltjes en ga maar door. En tot slot willen wij heel graag dat de gemeente eens een keertje eenvoudige brieven schrijft, snapt waar de inwoners het over hebben, weet wat er moet gebeuren en gewoon duidelijke en heldere taal spreekt. Over 4 jaar hebben wij gerealiseerd dat Almelo een stad is waar iedereen de kans krijgt om mee te doen en mee te leven met een bruisende, leuke binnenstad, een overheid die naar je luistert, maar vooral de Minima-partij die pakt door en gaat door.
staat in Hoofdweg. Ik werk bij Scoop Welzijn. En ik werk bij het onderdeel vrijwilligerswerk. En ik ben Annemarie Degge en ik werk ook bij Scoop Welzijn. En wij willen Almelo voor elkaar onder de aandacht brengen. Almelo voor elkaar is een online marktplaats voor vrijwilligerswerk en burenhulp. En voor welke doelgroep is het nu? Wie kunnen we daar gebruik van maken? Nou, vrijwilligersorganisaties die in Almelo gevestigd zijn. Dus dan moet je denken aan zorgorganisaties, sportverenigingen, cultuurverenigingen. Dat zijn de vrijwilligersorganisaties. Mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk, die kunnen hierop zoeken. En mensen die zich willen aanbieden, die graag iets willen doen, die een talent hebben, die graag iets voor een ander over hebben, die kunnen hun hulp aanbieden op deze website. Nou, misschien is het wel leuk om daar even een indruk van te geven. Wie zijn nou onze vragers? Wie zijn onze klanten? Die staan natuurlijk allemaal op Almelo voor elkaar, maar hier in de bibliotheek, op onze werkplek, hebben we ook een aantal vacatures tentoongespreid. En we hebben hier een aantal vragers. Daar staat bijvoorbeeld een vraag van vluchtelingenwerk die een taalcoach zoekt. We hebben hier een vraag van de Club Twente. Die zoeken een maatje om met iemand leuke activiteiten te ondernemen. We hebben hier een vacature van het AZC. Die zoeken mensen om mensen die analfabeet zijn te ondersteunen. En op de website zijn er op dit moment een kleine 160 vacatures. Dus voor elk wat wils. En het is belangrijk als je vrijwilligerswerk wilt doen dat je iets zoekt wat je ook echt leuk vindt. Er staan op dit moment 108 aanbieders op Almelo voor elkaar. Dus mensen die iets willen doen voor een ander. Dat kan zijn van een klusje in het huis, om het huis, in de tuin, een activiteit begeleiden, van alles wat. Dus mensen die zich gewoon spontaan aanbieden hiervoor. En we merken ook dat de leeftijdscategorie ook wat jonger is geworden. Of dat er ook mensen tussen de leeftijd van 18 tot 40 jaar zich nu aanmelden voor vrijwilligerswerk. Het is altijd een pluspunt op je cv om aan te geven dat je vrijwilligerswerk doet. Ik ben Wouter Teel, ik ben lijsttrekker van de ChristenUnie in Almelo. Nou, je ziet dat we de afgelopen 4 jaar is er heel goed ingezet op financieel herstel. Maar er mag wel wat meer ruimte komen om ook te investeren nu. Ja, want we vragen veel van onze bevolking, dus nieuwe dingen doen. En een ander ding wat de afgelopen 4 jaar een beetje is blijven liggen is de duurzaamheidsagenda, de energietransitie. En daar moet ook een grote slag gemaakt worden. De ChristenUnie heeft bij de verkiezingen 3 speerpunten. Dat is ten eerste iedereen telt mee. Dan heb je het over chronisch zieken, gehandicapten, mantelzorgers. Iedereen die wat extra's verdient, dat er ook aandacht voor is. Of als je extra kosten maakt, niet alleen minima, maar iedereen tot daar iets voor geregeld wordt. Een tweede punt is jeugd is de toekomst. Het begint al heel jong, het begint al voor de geboorte bij preventie. Zorgen dat mensen, kinderen goed opgroeien, alles schoolonderwijs, zodat je in een veilige binding goed opgroeit, zodat je later problemen voorkomt. Een derde punt is vrijheid, geloofsvrijheid. Dat je niet bespot wordt of belachelijk gemaakt. Dat geldt voor mensen met een handicap als je anders bent, maar dat geldt ook voor mensen die met een kabbeltje op straat lopen of wat dan ook. En dat je ook zorg en onderwijs in de eigen identiteit geregeld is. Nou, wat absoluut veranderd is of veranderd moet, is dat de burger zich herkent in de overheid. De overheid ziet als voor hem of haar, zeg maar, zijn vertegenwoordiger en tot er vertrouwen is in de overheid. En dat vraagt ook om een overheid die luistert, die faciliteert wat de burger wil en dat draagt. Kachel, er zit vuur in en met die schoorsteen wat rook te zetten. En als je vuur in je schoorsteen pijpt, dan heb je brand. Drie dingen bij elkaar, dan gaat er iets in de fik staan.
Dat betekent dus eigenlijk ook wat de brandweer doet eigenlijk in eenvoudige. Want als je wil zorgen dat als er iets brandt, dat die brand dus weggaat, dan hoef je eigenlijk maar één van die drie dingen weer weg te halen. Bij het koken met olie of vet kan bij oververhitting vlam in de pan ontstaan. Gebruik nooit water voor het blussen van een vlam in de pan. Dit is erg gevaarlijk. Door water te gooien op brandend vet of olie ontstaat een grote steekvlam die kan zorgen voor een keukenbrand. Let jij op als je kookt? Blijf bij de pan. Als er dan toch een vlam in de pan ontstaat, handel dan als volgt. Blijf kalm en houd er altijd afstand. Dek de pan af met een blusdeken om het vuur te doven. Dit kan ook met een deksel van de pan. Houd de deksel schuin van je af om brandwonden te voorkomen. Zet altijd meteen de afzuigkap en het kooktoestel uit. Haal de deksel nooit direct weer van de pan. Als je dit te snel doet, is het vet nog heet en zal het gelijk weer ontbranden. Tijdens je slaap ruik je niets. Je wordt dus niet wakker van de rooklucht. Rook bevat veel giftige gassen. Daardoor raak je al snel in een diepe bewusteloosheid. Vaak al binnen enkele minuten. Wat vond je nog meer heel interessant aan het verhaal van die brandweerman? Ja, vooral van... Ja, dat je gewoon kalm moet blijven. En ja, dat je maar 3 minuten hebt om buiten te komen. Woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen, ook in Almelo. Gaat Almelo jou aan het hart? Ga dan stemmen. De gemeenteraad die in deze zaal vergadert, gaat over het leven in Almelo. Gaat over sport, gaat over veiligheid, gaat over bouwen en gaat over wonen. En gaat dus eigenlijk over jou. Dus doe mee en ga stemmen op 21 maart. Stemmen heeft altijd zin. Want als jij niet stemt, laat je anderen bepalen wat er in de gemeente gebeurt. Doe dus mee en ga stemmen op 21 maart aanstaande. En heb je nog geen keuze kunnen maken? Kijk dan op almelo.kieskompas.nl en kijk welke politieke partij het beste bij jou past. Ben je benieuwd naar de uitslag? Kom dan 's avonds op 21 maart hier achter mij in het stadhuis en kom kijken en luisteren naar hoe de verkiezingsuitslag in de gemeente Almelo is geworden. Bij de ingebruikname van een vestiging van Philips in Almelo in 1967 schonk de Eindhovense gloeilampenfabriek dit kunstwerk van Sjoukje Wiegersma aan de gemeente Almelo. Het staat in de Hofstraat aan het begin van de Gravenallee.